fans van IMTV, we hebben een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En ik heb een beetje leuk nieuws en een beetje slecht nieuws. Alleen, ja, ik wil zeggen, alleen ik hoorde nog geen geluid, maar ik headset. De 3, 5 en 3 denk ik alweer om ontslag te nemen. Stel ik je set, mensen. Jullie hebben maar 7 dingetjes gecontroleerd en denken nu aan ontslag. Zijn jullie een stelletje amateurs? Even met een klusjes van zelf eventjes rondmoven. Om het een beetje netjes schoon te krijgen. Maar wat is jouw jongen hier uit te vreten? Hier kunt toch niet werken? Het is een beetje lastig te zien hier, de rommel. Weer eentje over zijn nek gaan. Daar ligt wat. Daarachter ligt nog wat. Maak schoon dan. Kom op. Hier ligt nog wat. Hier ligt ook nog wat. Daar ook nog. Nee, je loopt. Je bent niet aan het vegen nu. Oké, hier ligt ook nog wat. De VIP komt weer over een week. Nou, ik heb dus het themagebied heel wat aangepast. Het vlog al gezien hadden, zoals je ziet, ik heb echt gewoon lopen is vol spammen met shit. Echt dus gewoon, ja, geen themagebied eigenlijk meer, maar meer gewoon een lekgebied. Jongens, hier is een prullenbak en daar is een prullenbak. Jullie flikkeren het hier op de grond neer, wat de heck. Moet hier een agent neerzetten die boetes gaat uitdelen, ook 90 euro als je ze op de grond smijt. Wat denk jij eigenlijk over het park? Moet naar het toilet. Ja, dat kan. Dan ga je naar de wc. Oké, even kijken. Hoe ziet het hier uit? En even schoonmaken. Schoonmaken. Wat wil je net zeggen? Ja, niet eens schoonmaken, had ik je echt een waarschuwing gegeven. Hij mag best wel wat sneller gaan schoonmaken. Ik heb een zwijnenstal hier. Niet leuk meer, zo'n zwijnenstal. Oké, als het goed is komen de VIP's zo nu een keer aan. Wauw, wat een timing. Zo ongeveer nu. That's the perfect timing. Nog een VIP. Woo, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, ben klaar met vegen. Goed zo, mag hier naartoe. Hierachter ligt niks meer. Hier heb je nog wat. Ga lekker maar rondlopen. Doe wat leuks met je leven. En met mijn geld gaat het echt heel slecht. Zie ik nu pas. Natuurlijk kan die kaartjes voor je komen. Wat? Natuurlijk kan ik er kaartjes voor je komen. Hier heb ik mijn telefoonnummer. Nieuwe voertuig. Hele grote bus. Waar hangt die nou eigenlijk uit? Dus hier ergens achterloopt. Ik zie mensen heel erg happy in deze. Ah, hier loopt die. Hé, je loopt wel een hele andere route, ik heb maar gewezen. Of niet? Nee, de juiste route. Nu laat ik wel echt alles gewoon lekker zien. Nee, we hoeven nog niet naar de wc.
dan mag je niet lekker in de houten achtbaan. Echt één hond dat ik in wil. Maar jij mag er lekker in. Prachtig, precies waar ik van hou. Oké, dat is wel iets positiever. Oké, daar komt hij. Ritje is dan. En op andere mensen erbij. Great! Oké, maar wat vindt hij? Is dus precies waar ik van hou. Oké, maar wat denkt hij eigenlijk? Niet die Clinton. Maar die andere. Die Jew nog wat is. Die houdt hier wel van. Echt heel erg letterlijk. Dat is een lievelingsattractie. Hier moet je nog in en daar moet je nog een keer in. Oh, die moet nog. Oké, van mij moeten nog heel veel dingen doen hier. Hey, behoorlijk netjes. Maar is hij tevreden? Ja, hij is tevreden. De volgende achtbaan zeker. Of nog niet? Kijk eens aan. Dit gaat best wel hard hier. Hij blijft heel veel rondjes hier eigenlijk lopen nu. Welke VIP is dat? Ik hoop dat ik tevreden heb. Waar loopt hij? Die loopt daar. Hij is eerder. Ik denk hoe ik zo eentje gehaald heb. Ik ben bang voor het ergste geval. Hoe ik zo één gehaald heb. Hij gaat u dus. Ik hoop dat hij tenminste tevreden is. Daar loopt hij. Hoe heeft hij dat gevonden? Ik wil naar huis. Later, man. Oké, ik heb haast. Hij is blij. Oké, dan zou Busten ook. Busten? Wat? Busten. Of moet ik wel uitspreken? Zou hij ook wel blij zijn? Oh, ik heb het gehaald. Tijd voor de volgende. Save, yes. Even kijken. Scenario 16 alweer. 18% die spelen nog eentje moet halen van eerder. Maar die lukt nog steeds niet. Maar wat is bergredding? Daar gaan we. Heel leuk, al die loading screens voor een rollercoaster. Woe. Houden we van. Yay. In ieder geval het enthousiasme spat er vanaf. Flop. Oké, wat moeten we doen? Oké. Er is er doorheen gespit. In ieder geval geen lening afbetalen. 40.000 euro. Een 1-8-baan. Oké. 2-8-banen. Ja, oké. Zo moeten lukken. 3-8-banen. Minimale snelheid. Dat zou niet zo heel erg moeilijk moeten zijn. Hoe lang moet die minimaal zijn? 300? 310 meter. Minimale spanningswaarde 6. Laat ik eens een paar attracties hier neer donderen. Op zo'n manier.
kijk eens aan. Een paar attractietjes. Nou, het eerste. Dat is goed genoeg. Nog een katapultje neerdonderen. Die zijn altijd wel grappig. Nog nooit echt ingezeten heb in zo'n attractie. Nooit echt zo heel veel vertrouwen in had, want je hangt gewoon aan de elastiek. Dus er kan echt zoveel misgaan. Zo denk ik er dan weer over. Jezus, moeilijk is mijn Nederlands vandaag zeg. 2 euro. Kijk eens. Pungelend aan het elastiek. Als je leven nog niet, als je nog niet levensmoe bent, word je daar wel. Ik zou er echt nooit in gaan, in zo'n attractie. Never, nooit niet. Hop, deze mag ook open. En je zou een attractie ook nog wel in willen, die ik net bouwde. Ik kan hem niet zo heel erg ernstig vinden. In ieder geval, hier komen kipkluifjes. Maar voordeel is wel, ik kan zoveel lenen als ik wil. Dus het voordeel daarvan is, ik zit niet gelimiteerd aan mijn monies. Yay. Ik wil eigenlijk een keer van afgestapt zijn. Want dat was altijd wel heel erg annoying. Oké, die 300 bezoekers zou op zich wel moeten lukken. Nou, die, alleen die ene achtbaan nog eventjes snel. Kan ik iemand even eentje neerplempen? Of toch niet? Ik had dus ook die ene omgekeerde achtbaan. Kan ik die voor eens naar achter laten vallen? Nee, deze niet. Ah, dat is abyssade. Een giga-achtbaan volgens mij wel. Oh, kijk, dan moet ik die kant op bouwen. Oh, hierachter zit nog iets. Ik kan hierachter een mooie achtbaan neerzetten. Dus er net lang genoeg is. Nou, daar gaan we dan. Hoe hoog moest hij minimaal zijn? 30. En op zo'n manier naar beneden. Oh, dat is nog verder naar beneden. Nou, laten we dat maar niet gaan doen. Gaat dan wel iets erg te ver. En daar gaan we weer. Even plat. Even zo. Dat is echt gewoon een hele compacte achtbaantje weer. Echt wel de 300 meter halen. 100% sure about that. Ik zet hier een paar remmen komen. Spanningswaarde gaat hij wel halen. Als hij dat gaat halen, dat betwijfel ik. Maar dat maakt niet heel veel uit. Dus ik deze ook gewoon een stukje harder. Is gewoon op 39. Op 43. En 54 nog een stukje beter is. Oké. Okay. Dan. Gaan we eens hier naartoe. Gewoon eens kijken hoe die het doet. Moet je zien wat een bult, jongen. Nieuw.
Oké, daar gaan we. Kan ik die snelheid niet misschien iets veranderen? Voor die krachthelling ding. Nou, 25. Dat is een beetje sneller. Daar doen we het voor. Gewoon kijken hoe hoog we hier zitten. Geen last hebben van, hoogtevrees. De hele remmen halen gewoon echt niks uit. Maar hoe hard ging die? Ik betwijfel als je hard genoeg ging. Honderd en 7. Hoe hard moest je gaan? 111. Maar ook gewoon echt net niet hard genoeg. Net niet. Wat ik hier zo even kan doen. Screw dit eventjes. Gewoon even zo. Daar achter weer uit zien te komen. Even zo. Dat is hem net niet. Zo wel. Ook nog net niet. Dat lijkt de beste manier hiervoor. Ik denk dat ik hier weer naar 22 meter ga laten gaan. Ze moet me iets minder hoog laten gaan. Nog eens een handje helpen. Op zo'n manier. Nou moet ik denk wel net gaan halen. Come on lift. Kom naar beneden toe. En worden wij een hele grote vriendje. Dan gaan we eens even kijken of hij het heel makkelijk gaat halen. Ja of nee? Ik heb in ieder geval wel een mooi oog. Dat is het enige wat zeker is. En we gaan heel hard naar beneden. Nou, niet de juiste snelheid, weet ik het ook niet meer. Dus echt de impact die je krijgt, echt gewoon gigantisch is. De snelheid ligt ruim erboven. Dat is ook zo nice. Nog wat meer remmen misschien tussen druk kunnen drukken. Ja, even zo. Niet even heel makkelijk dit even snel zo doen. Maar dit kan gewoon echt niet anders. Oké. Okay. Dit is gewoon echt een rem worden van ik weet niet hoe hard. Kan ik niet gewoon hierboven een paar remmen neerdonderen? Even kijken. Hoe ga ik met deze uitkomen? Op zo'n manier dus. Alleen de vraag, gaat hij nou wel hard genoeg voor die laatste bult?
Kunnen we altijd even snel uittesten. Zou ik dat weten? Dus ja, hebben we überhaupt een monteurs? Hop. Hop. Ja, geplaatst had. Dat schermen we ook nog steeds niet. Hallo? Waarom start deze niet? Toch wel eens een keer tijd dat die gaat starten. Van boven komt ze te zien ook niks. Is echt in voor in gaan zitten of zo. Wat is er gebeurd met deze achtbaan? Ik weet niet wat er gebeurt met deze achtbaan, maar ik denk dat die geglitst is. Laat even een like achter, kun je niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg!